Hey, welkom bij een nieuwe seizoen van Kledingkast, derde seizoen. En we zijn hier met Borre bij Borre. Super grote space. Ja, ik heb er eigenlijk super veel zin, dus super bedankt dat je ons hier kon hosten. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Ja, helemaal overweldigd. In het bij Borre Create en echt een onwijs grote hal. Ik weet niet, ik had geen verwachtingen erbij. Dat doe ik eigenlijk nooit, want dan... Anders was ik helemaal zenuwachtig en zo. Maar ja, eigenlijk had ik het wel het gevoel dat ik hier een beetje zenuwachtig voor moet zijn. Want het is wel echt een insane iets wat je hier hebt neergezet. Dankjewel. Dus ja, man. En hoe lang zit je nu in dit pand? Wij zitten nu... Ik denk dat het een jaartje of 4 is. Uh-huh. We zaten al in de buurt van Sloterdijk, maar net binnen de ring. Uh-huh. Waar we in een oude koekjesfabriek zaten. Maar oh, net, gaaf. Ja, was heel leuk, maar eerste verdieping, kleine deur en toen kregen we onze eerste machine. Mm. Dus er was echt geen optie en toen waren ze dit pand aan het verbouwen en de eigenaren die dit pand aan het verbouwen waren, waren ook de eigenaren waarvan we aan het huren waren. Oké. Okay. Wow. En zij zeiden van, we willen het liefst wel ook wat creatiever in, want dat maakt een pand meer interessant. Precies. En... Ja, wat was dan ook de reden voor jou om hier naartoe te gaan, naar de grotere ruimte? Wat moest er gebeuren wat eerst niet kon? Nou, sowieso gingen we onze eigen machines om te testen. We hebben natuurlijk een textielbedrijf, een textiel innovatiebedrijf. Mm-hmm. En ja, we hebben een label om te laten zien wat we kunnen doen. Dat is eigenlijk als showcase, maar dat is een klein gedeelte van wat we doen. En op dat moment kregen we onze eigen eerste ronddraaimachines. Mm-hmm. Waar we samenwerken met een van de grote ronddraaimachinefabrikanten, Santoni. En toen moesten we dus begaande grond hebben. Mm-hmm. En we moesten een overhead door hebben. Oké. Okay. En dit pand werd helemaal gestript. Want dit was echt verschrikkelijk. Want echt. Alles is, ik zie nu ook alles helemaal wit en heel veel glas en zo. Ja, het was tapijttegels... Oh. Systeemplafond. Wow. En om de pilaren die nu smal en wit zijn, zaten 2 keer zo dikke pilaren heen van die paars gekleurd waren. Oh. Met ornamenten alsof ze uit de Griekse tijd kwamen. Oh, ook heel mooi, ja. En je kon niet doorlopen naar achter, je moest door de wc. Er zat geen glas in, geen licht. Dus het was echt een soort van gekke hal. Dus ik weet nog wel dat ik kwam met die mensen die zeiden van... Ja, maar dit gaat heel tof worden. En ik zei, nou, ik heb echt een heel sterk visueel inzicht. Ik kan echt dingen bedenken. Mm-hmm. Ik zei, maar dit vind ik echt lastig, om hier doorheen te kijken. Ik heb hoofdpijn van om... Nou, maar toen zeiden ze wel van, je mag met de architect gaan zitten. En eigenlijk ging de architect gewoon vragen stellen, wat ga je doen en wat zou je tof vinden? En toen zeiden ze, oh, dat zijn wel vette ideeën. Dus toen hebben ze zelfs wat van onze ideeën genomen om... de vloeren dus wit te maken, die wat glanzend waren, om alle buizen recht te trekken en het plafond te laten zien. Dus om het echt best wel industrieel te houden. Dus dat werd het witte canvas waar wij toen in mochten gaan. En toen nog een kleins gedeelte. We hebben nu, dit is allemaal bijgekomen. Oh, okay, dus je bent zeg maar erin gegroeid. Zeg maar. Zeker. En what's happening hier? Nou, we zitten op dit moment zitten we in Woto, de Window of Textile Opportunity. Mm-hmm. Well, as we speak... 2 weken geleden opengemaakt. Ja. Of geopend. Met een officiële opening. Was ook voor ons de eerste keer om zoiets te doen. Waar we ons hele ecosysteem laten zien. En we maken dus textiel. En het is een hele moeilijke industrie. Mm. Waar je niet zomaar bij alle ingrediënten kan. Mm. Eigenlijk, als je net begint, kan je niet bij elke fabriek aankloppen en zeggen... Hoi. Ik wil graag met jullie garens werken. Mm. En ook al zouden ze dat laten doen, dus in welke fabriek laat je dan weer, met welke machines ga je werken? En welke productie en welke finishing? Er zijn heel veel stappen die heel groot zijn. Mm-hmm. En wat wij hier zijn gaan doen, is eigenlijk van al onze kennis, en we hebben echt mensen die al 30 jaar in de industrie werken, maar zelf ook al gewoon, ik heb meer dan 15 jaar ervaring om textiel te ontwikkelen. We hebben al onze partners, laten we hier open zien. Dus we vertellen tegen iedereen, wie zijn onze suppliers? Dus wie zijn de garensleveranciers? Wie zijn de machinebouwers? Mm-hmm. Welke fabrieken gebruiken we? En dat is één. En daarnaast hebben we hier daarvoor een tool ontwikkeld. Mm-hmm. Een soort van de Photoshop voor textiel. Mm-hmm. Dus dat is bij Borre Create. Yeah. En dat is waar je eigenlijk
al die ingrediënten samen kan gebruiken. Oké, dan. Dus dan eigenlijk heb je gewoon één punt wat echt heel erg gaat om transparantie van wat de industrie is. En dan het tweede is, je nodigt mensen uit om daarmee te werken en te laten zien hoe dat nou werkt en in wat je daarvoor nodig hebt. Exact. Het gaat echt om eigenlijk de makers die we allemaal kennen, maar ook de makers die we niet kennen. Dus eigenlijk gewoon om die toegang te geven tot een verantwoordelijke industrie. En alle partners hier, die doen mee en die hebben dus ook toegezegd om volledig transparant te zijn. Dus vanaf de fibers, waar ze zijn, hoe we het verschepen, zodat we ook al die informatie mee kunnen geven. En dat komt eigenlijk, naar mijn inzicht, hebben we dat heel erg gedaan, omdat het woord sustainability een soort van on the rise was. Ja. Waarvoor, en dat iedereen eigenlijk uit het proces gewoon één stapje plukte van kijk eens, dit doen we vet goed. En dan zetten daar een spotlight op. Een soort van troebel waterterm is het ook geworden. Ja, nou ja, ik noemde dat altijd spotlight marketing. Okay, en in de rest kan je het een soort van nergens zie je. Want als je zegt welke garen je gebruikt en die garen is heel goed. Ja, betekent het niet dat alle stappen daarvoor en de shipments en alle stappen daarna ook goed zijn. Dus wat wij zeiden was, ja, er is maar één mogelijkheid tot echte verbetering. En dat we elkaar echt kunnen helpen. En dat is radicale transparantie. Hell yeah. En zo willen wij dus ook eigenlijk bewuste makers creëren. Dus voor mij gaat het echt om alles wat wij hebben geleerd over te dragen aan de volgende generatie. En ook de generatie die nu is en de generatie voor ons. Om te zeggen, yo, als we dit niet doen, dan kunnen we ook geen wetgeving krijgen die beter hiervoor is en die mensen ook echt tegen kan houden. En begint dat dan echt van het hele proces, dus van de stof tot waar het mee gemaakt wordt, tot hoe het gemaakt wordt, dan ook tot de distributie daarvan? Ja, daar zijn we wel transparant over. Dus de partijen die we hier laten zien, zijn ook partijen die bijvoorbeeld verpakkingen maken. Ja, oké. Dus we hebben hier Avery Dennison, wat een van de werelds grootste verpakkingsleveranciers is, die bijna alles voor Nike en Adidas doen. Het zijn echt partners, die doen miljarden. Ja. Maar de tool die we hebben gecreëerd, dus bij Bora Create, is echt tot de textielproductie. Dus oké. En dan leveren we eigenlijk de textielproductie en de rollen daarvan, die leveren we dan bij de klanten af. Als ze zelf eigen productiekanalen hebben. Gaaf, man. Het voelt een beetje als een soort van een hele grote, veel ontwikkelde versie van, wat is het, Nijmegen Textielmuseum? Of nee, waar zit dat? Textiellab in Tilburg. Textiellab in Tilburg, waar je dan voornamelijk met die kleden bezig gaat en waar die studenten ook worden uitgevoerd. Het voelt een beetje een soort van vergrotere variant daarvan. Nou, ik ben heel goed met het textiellab. En ik heb daar echt mijn eerste ontwikkelingen kunnen doen. Dus ik ben. Je komt ook uit die omgeving, toch? Ik kom uit Nijmegen, dus dat had je goed. Ik wil switch it up. Ja, maar Tilburg, daar ging ik heen. Eigenlijk, ik heb mijn eerste kans toen ik op de Design Academy studeerde. Toen had ik al wel heel veel met tactiliteit. Ik wou wel mode doen, maar ik vond materiaal belangrijker. Dus eerst materiaal gaan studeren daar in vorm. En toen daarna FIT en uitgenodigd in Parsons om mode meer te doen. Maar Tilburg kwam toen eigenlijk wel in het zicht, omdat zij een ontwerper uit Nederland, Maarten Baas, hadden gevraagd. Ja. En die gaf mij les op dat moment. En hij vond dat ik veel met tactiliteit bezig was. Dus hij vroeg eigenlijk, wil jij voor mij deze klus doen onder mijn naam? En daar, dat was de grote ingang, waardoor ik ineens dagen en weken aan de weefgetouwen kon staan. Dus dat was ook nog weven. Dus later heb ik pas die switch gemaakt. Gaaf, man. Wat mooi dat zo'n leraar ook zo'n respect voor je heeft, dat hij je dan aanneemt. Ja, ik denk dat hij het zeker een belangrijke persoon ook geweest. Hele lieve en een hele goede ontwerper. Maar voornamelijk heb ik heel erg van hem geleerd om open, eerlijk te zijn over wat kan je zelf goed en wat niet. En als iemand iets goed kan, vrijheid van expertise. Laat die het doen. Precies. En heeft dat dan ook ervoor gezorgd dat je door wil geven, zo'n soort motivatie? Nou, ik denk wel dat Een deel daarvan, zijn gewoon verschillende mensen heel erg belangrijk voor mij geweest. En zonder die mensen was ik nooit hier geweest
En had ik nooit gedaan wat ik heb gedaan. En dat was niet omdat ze familie waren of omdat ik uit een rijke familie kwam. Of omdat ik, maar dat was omdat ze me leraren waren of mensen die, waar ik, die ik ontmoette en waar ik heel hard voor ging werken. Maar die wel echt die deuren open hielden. Mm-hmm. En dat gaf mij altijd wel het idee van op het moment dat je het podium hebt, moet je ook voor andere deuren openhouden. En op een gegeven moment zelf ook van het podium afstappen om spotlight te geven aan anderen. En vind je dan dat dat genoeg gebeurt nu in fashion? Want ik weet van sommige mensen dat het, ja, fashion is soms wel een beetje een exclusief wereldje, weet je wel. Een beetje een elite clubje. Ervaar je dat dan ook zo? Of ja, heb je nu een soort van open gevoel daarover? Ja, ik zou ook niet zeggen dat wij in fashion zitten. Ja, we hebben een link daarmee. Mm-hmm. En high-end, sportswear, we doen eigenlijk alles. Maar textiel zit natuurlijk ook gelicht aan automotive, aan interieur. Dus ik vind nog steeds, kijk ik met een soort van, met één been sta ik in die wereld. Ja. En heb ik er heel veel connecties. Maar ik denk dat ik daardoor een hele fijne positie heb. Mm. Omdat ik aan de ene kant daar wel iets heb, iets breng. Dus de connectie die ik ermee heb is aan de ene kant heel leuk, maar hoe ik kijk naar fashion in algemeen, wat daar gebeurt, of in ieder geval apparel of kleding, ja, is het natuurlijk een best wel een kleine wereld die heel veel mensen aanraakt. Ja. Kijk, het zijn heel veel niche werelden, alleen er is niks wat wij meer gebruiken of aanraken als mensen als textiel. Zeker en dus al die modebedrijven hebben heel veel impact op de image van iedereen. En dat vind ik wel apart. Maar daar verandert. Er is gewoon zoveel veranderd in de laatste decennia. Elke keer weer. En nu door die digitalisatie gaat daar weer een hele slag geslagen worden. Ja, en dat is natuurlijk een hele belangrijke slag. Een omslag die we ook nu moeten maken. Omdat, ja, het lijkt mij dat als het niet digitaal gaat, dan gaat het misschien wel fout. Denk je daar ook zo over? Hoe bedoel je? Oh. Nou, kijk, hoe ik het zie, is dat er, zeg maar, bepaalde patronen zijn van, oké, partij A doet dit, partij B doet dit, partij C doet dit. En dan zo'n digitalisatie kan daar een soort van verandering in brengen. Ook voor het positieve dan. Maar ja, mijn concept daarop is van, zijn die partijen daar wel klaar voor? Hebben ze daar wel zin in? Vinden ze dat belangrijk genoeg? Hoe denk je daarover? Ja, ik denk dat die laatste punten, of ze er zin in hebben en of ze er klaar voor zijn, doet er eigenlijk niet toe. Nee. Het gaat erom dat het gaat gebeuren. Ja. Ja, of moet. De digitalisering van een industrie maakt het meer efficiënt. Dus kijk, als het volledig transparant is. Ik had het letterlijk deze week had ik een call met een van de merken waar wij mee werken, waar we een nieuw project mee droppen. En toen vroeg ik een paar knopen. En zij begreep dat verkeerd. Die zei, nee, onze supplier van de knopen mag je echt niet weten. Toen moest ik een beetje lachen. En zei ik, nee, dat hoeft ook niet. Ik zo moet een paar knopen. Nee, dat kan je ook niet. Want toen dacht ik, wow, dit is nog zo ouderwets. Mm. Maar eigenlijk, het is zo gek dat iedereen zo erg zijn netwerk beschermt. Want als je eenmaal goede relaties had, dat je ziet van, ja nee, het zijn mijn goede relaties. Maar door transparantie kan je dus op een gegeven moment echt kijken, maar wat zit allemaal in de buurt? En wat zijn logische relaties om te gaan bouwen? Mm-hmm. Dus er zijn hele andere incentives. Kijk, de incentive om iets dicht bij huis te zoeken was er eerder niet, want het was goedkoper om het ver weg te doen. En het was beter om een goede relatie te hebben en dan over te produceren. Want ja, dat geld wat je daarmee verloor, ja, dat verdiende je terug door wat stuks te verkopen. Dus, dus er waren maar een paar dingen die belangrijk waren. Met volledige transparantie ga je ineens kijken van, ja, is alles leuk en aardig, maar het draait niet alleen om de financiële plus. Mm-hmm. Je moet ook kijken of het rendabel is hoeveel energie en rauwe materialen erin gaan. Je moet ook kijken wie er aan werken, hoeveel shipment er is. Dus ja, maar je hebt gewoon veel meer externe en interne verantwoordingen die je moet laten zien. Ja, en ook en ik denk en dat het ook echt niet anders kan, want het gaat op. Ja, definitely. En ik denk dat dat de wel een nieuwe realisatie is
van een hele harde van de laatste paar maanden. Mm-hmm. Dat mensen allemaal gewoon zeggen van, ja, nee, het moet gewoon sneller. Maar gewoon iedereen zit gewoon stil en loopt weken uit. Omdat de raw materials op zijn. En is dat iets waar je ook mee bezig bent om te kijken naar dat probleem? Je hebt bijvoorbeeld, volgens mij was het H&M, die heeft laatst zo'n, het is een heel fout voorbeeld, maar H&M had zo'n machine laten zien waarin ze oude textiele nieuwe draden, threads van maakten. Ja. Ik vind niet per se een fout voorbeeld, hè. Kijk, dus het is heel makkelijk om, of tenminste om op H&M te wijzen van, jullie hebben dingen stuk gemaakt. Mm. En feit. Ja. En ook, maar zelfs als je één stuk uit een conscious lijn zou pakken, en je zou dat eigenlijk ontleden en alleen maar naar dat stuk zou kijken, mm-hmm. zou het eigenlijk, is het helemaal niet zo'n heel slecht stuk vaak. En ze voor best wel veel dingen te spreken en zijn ze best wel eerlijk over dingen. Alleen als je het in verhouding gaat zien hoeveel rauwe materialen en energie ze verbruiken en hoeveel er daarvan uiteindelijk echt bij de eindconsument mm-hmm. komt en hoeveel de eindconsument het echt gaat dragen ja. en wat voor een waarde er aan gehecht mm-hmm. wordt, ja, dat is uit balans. Dus, mm-hmm. dus het een soort van die balans uit elkaar trekken, daar, dat is een heel groot probleem. We hebben we devalued clothing. En dat maakt een heel groot probleem. Dus ik denk dat daarin het ene punt is. Maar H&M is wel, als je kijkt hoe zij bedrijven, hoe snel zij kunnen veranderen. Ze hebben wel, toen ze zagen, hey, eigenlijk zijn hogere prijzen wordt best wel goed aangepakt, hebben ze kost ja. gelanceerd. Daarna Arket gelanceerd, waar ze niet eens meer zelf gingen produceren. Ik denk als H&M, wacht, ik zag eergisteren, zag ik dat H&M kleding ging huren. Dat klopt. En ik heb echt dit echt vaak gezegd, op het moment dat er een van deze partijen kleding als een service gaat zien, mm-hmm. en de meerwaarde gaat zien van als het verhuurd wordt en gedragen wordt, dat is belangrijker. Dan gaat de incentive naar goedkope stuks wordt eigenlijk, of slecht gemaakt stuk wordt doorbroken. Want nu mm-hmm. is de incentive, als het verkocht wordt, dan moeten we zoveel marge maken ja. als maar kan. Mm-hmm. Dus we knijpen ons hele netwerk uit mm-hmm. en de marge is zo groot mogelijk en dan kunnen we alles kofferen. Mm-hmm. Zoveel mogelijk stuks verkopen. Maar als de incentive wordt dat ze er een service model van maken en zeggen, hey, we gaan het verhuren en we krijgen het na een paar keer dragen terug, wil je daarna dat ze het nog een keer kunnen verhuren? Dus dan wordt het dragen, gaan ze op verdienen. Ja. Dus de incentive wordt dan om zo goed mogelijk stuk te maken. Yes. En dan kunnen ze in één klap deze hele industrie omgooien. Maar waarom denk je dan dat ze dat niet doen? Of dat nog niet is gebeurd? Sorry, nu nog niet. Omdat de consument daar ook nog niet klaar voor was en is. Mm. Ja, hoe kijk je daarnaar? Is dat hoe zie jij die verantwoording van de consument, maar ook van de maker en de productie? Nou kijk, de maker is wij zeggen altijd, de gatekeeper of doing good. Ja. Zij kunnen de vragen stellen en ze moeten de beslissingen maken. Dus bij alles, ze kunnen. Maar waar komt het vandaan? Mm. Hoeveel moeten we echt maken? Hoe kunnen we zorgen dat het niet overgeproduceerd wordt? Welk verhaal gaan we vertellen? Nou, de maker moet transparant zijn en het goede verhaal vertellen. En de eindgebruiker opvoeden. Educate the end consumer. Maar de eindgebruiker, kijk, als je mijn generatie, als je teruggaan gewoon die allemaal iTunes hadden in het begin, wouden alle nummers hebben. De generaties, de generaties daarvoor, die wouden alle LP's, CD's en zo, die wouden dat ook hebben. Mm-hmm. We wouden alles hebben, ownen. Waar nu, niemand heeft zijn muziek. Af en toe, als je een plaat echt heel tof vindt, of je vindt het artwork tof, dan koop je het object. Ja. Maar muziek in general is een service geworden. Ja. Maar hetzelfde met auto's, met scooters, met. Maar we hoeven niks meer te ownen. En ik denk dat voor de eindgebruiker dat stuk naar, als we als basis dat gevoel krijgen dat dat kan. En voornamelijk dat dat geaccepteerd wordt door de mensen die niet zo heel veel geld hebben. Want dat is de moeilijkste groep om te overtuigen
van, hey, je moet of je kan geen Primark kopen. Of Zara. Deze, dan zeggen ze, het is leuk, leuk gezegd, yeah. I cannot afford anything else. Dus, en dat vind ik ook... Dat is een fair point. 100%. Het ja. enige wat je kan zeggen is, ja, oké, okay, maar je kan ook tweedehands kopen. Maar ja. dat is niet, dan push je ze in een hoek. Precies. Dus ik vind dat dat, die toegang, die moet, of de toegang moet er zijn. En dus ik vind die hele clothing as a service is eigenlijk super belangrijk. Mm. En natuurlijk zullen, kijk, gewoon de rich zullen altijd dingen willen hebben. Maar dat is hetzelfde dat wij niet allemaal een Ferrari kunnen rijden. Zeker niet. Wij allemaal niet. At least ik niet. Laten we dat, I don't know. Okay. Ja. Ik kan geen Ferrari rijden. Maar het is een soort van... Maar zo werd er wel gedacht over kleding. Zo van, ja, we kunnen niet allemaal de hele tijd nieuwe kleding hebben. En toen zei de H&M zo, nee, het moet democratisch. Iedereen moet dat kunnen doen. Ja. Alleen de vraag was, wie betaalt daarvoor? En op dat moment was het de werknemers in het Verre Oosten of in de lage lonen landen en Mother Nature. Yes, die hebben ervoor betaald. Ja. Dus ik vind dat hele service model, net zoals het, ik weet niet genoeg van hoe het allemaal werkt achter Spotify en of iedereen zijn Buma krijgt en hoe dat werkt. Maar in theorie is het wel zo dat als dingen dus meer gebruikt worden, dat het een betere kwaliteit moet zijn, in ieder geval in product. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. En ik denk dat daarvoor wel nodig is dat er bepaalde wetgeving op kwaliteit en zo moet zijn. En daarvoor is transparantie nodig. Ja. Zijn er dan ook landen of plekken die voorlopen in dit soort dit aspect? Vast. Ik heb nu geen voorbeeld. In ieder geval niet op het... Kijk, je hebt wel Rent the Runway. Je hebt wel een paar van dat soort dingen. Kijk. Je hebt genoeg merken die dit aan het doen zijn. Ja, maar precies. Dan is het wel allemaal higher end. Ja, maar dat is dus oké. Okay, maar wat ik interessant vond is eigenlijk... Ik weet niet of jullie nog de online shop... Een van de eerste jonge online shops was de Trebien shop. Ja. Yeah. Die jongens uit Zweden kwamen ze volgens mij. Gasten waren, je had Okiné, was een van de allereerste shops uit Londen. Maar die deed het al goed, maar de Trebien shop die had gewoon een soort van markt. Die hadden zoiets van, shit, je kan kleding online verkopen. Zij waren een van de eerste die dus toen naar Com gingen en Com de Garçon Play online gingen verkopen. Die gasten gingen door het dak heen. Maar de reden was, omdat Com de Garçon had geen online shop. Iedereen zei, hoezo moeten we een eigen online shop? Dus kan je nu niet voorstellen, maar, maar dat was... Die vraag ik me ook af. Waarom heeft niet iedereen en elk merk zijn eigen tweedehands winkel? Zijn second-hand stores. Dat als je als consument een kledingstuk hebt, dat je gewoon naar die site gaat en zegt, hey, ik wil dit resellen op die site, zodat je merk bij merk houdt, want daar zijn de fans. En zo kan je eigenlijk tweedehands leven garanderen, derdehands leven, vierdehands leven, en kunnen ze het zelfs nog terugnemen, repareren. Zo ga je in ieder geval nadenken over wat er daarna gebeurt. En ik denk dat dat een paar van die dingen zijn, maar dat zijn vooral dingen waar ik persoonlijk heel veel mee bezig ben. Maar ja, hoe is dit iets wat je toepast op bij Bor? Nou, ik denk dat we bij Borre is de passie van materiaal was voor mij altijd heel belangrijk. En textiel ook. En we hebben hier echt heel veel kennis van textiel en van breien. Dus daarin hadden we zoiets van, hoe kunnen we dat delen? Want het is een heel moeilijk proces. Ja. Dus wat we hier nu toepassen is eigenlijk echt, hoe kunnen we letterlijk alle kennis van de garen-specialist, van de machine-specialist, van degene die de programma's schrijft, onze UX-mensen en zo, dat allemaal bij elkaar brengen. En eigenlijk verantwoordelijke breisels maken, heel toegankelijk maken. Dus eigenlijk net zoals je in Photoshop zit met lagen. Dus wat wij zijn gaan doen is gewoon alles wat niet toegankelijk is, toegankelijk maken voor iedereen, maar vanaf day one. Dus ik vind dat dat ook moet kunnen als je nog op school zit of niet eens een school doet. Omdat het mij 15 jaar heeft gekost voordat deze partijen naar me gingen luisteren en met me samen wouden werken. Maar
ook vrienden van mij die allemaal hele respectievelijke merken hebben hier in Nederland of in het buitenland, die gewoon zeggen, ja, we maken al 10 jaar kleding, we kunnen nu pas kijken naar hoe we het verantwoordelijk gaan doen. Mm. En die verkopen vele duizenden stuks. Ja, want ik weet dat Patte bijvoorbeeld dit probleem net zo heeft. Daar heb ik ook met hem, met Edson toen over gesproken. En ja, dat is ook zeg maar bijvoorbeeld iets. En, Bear Scouts hadden het net ook over. Die gast die had daar ook hele verhalen over. Over hoe moeilijk het is om daar wel niet binnen te kruipen. Maar ik vraag me dan nu af. Heb jij nu een soort van stronghold ook? Dat je misschien, zeg maar, wat je net aan het... aan het zeggen bent, een soort van waar je de industrie heen zou willen gaan. Kan je dat ook pushen? Zit je al een soort van positie of voel je dat? Nou ja, wat wij nu hebben gedaan is wel, ik heb soms wel momenten dat ik met calls met al deze mensen, dan hebben we het echt over tientallen bedrijven waarvan echt iedereen meer dan 10 miljoen doet en sommigen echt miljarden draaien en dan zitten al die boardmembers erin. Heb ik soms nu wel het moment dat ik af en toe heel eventjes zo mijn scherm uit moet zetten en zo. Ja. Ben je ze dan ook zeg maar pak slaag aan het geven? Of? Nee. Dat is niet nodig, denk ik. Het enige wat we doen is gewoon eigenlijk vragen of ze onderdeel willen zijn van. En we hebben iets gecreëerd met... Kijk, de ene kant is het ook de creaties en onze esthetiek die al die merken naar ons toe hebben gebracht. Ja, zeker weten. Ja. En dat iedereen zegt van, joh, we willen met jullie ontwikkelen. En om daar dan een textielplatform naast te zetten en iedereen die we ontwikkelen is oké, cool. Maar dan ga je het zelf doen. Ja. Ik vind dat het DNA moet vertaald worden in het productieproces. Maar door dat te doen, wat eigenlijk heel voor ons heel logisch was, zagen we dat we gewoon in elk stapje... Je kan een vraag stellen bij de fibers, je kan een vraag stellen bij de garens, je kan een vraag stellen bij de constructie, je kan een vraag stellen bij de finishing. En elke vraag heeft impact op je esthetiek, op je DNA, hoe het is. Dus dan kan je eigenlijk dat je DNA erin toevoegen. Mm-hmm. En je kan je impact bepalen. Dus het was een fucking no-brainer om dat te doen. Ja, definitely. Dus en wanneer kwam je, was dit zeg maar iets van day one, waar je over nadacht van iets, misschien miste je dit zelf wel gewoon tijdens je studietijd, of dat je aan het werk was, of is het iets toen je bij Borre... Nee, het zijn dingen waar ik elke keer gewoon tegenaan liep. Gewoon, ja, okay. Maar elke keer stukje bij beetje, want ik heb mijn hele carrière gehoord... Gewoon kies één ding. Hmm. Focus. Ja, hoeveel nee's heb je wel gehoord? Ja, voor elke jaar krijg je tig nee's. Ja. Maar voornamelijk het was altijd focus. Doe één ding. Mm-hmm. Ik had ook een business kunnen bouwen met alleen maar sjaals. Basically, ja. En maar elke keer was het, nee, ik zo van, nee, dat klopt niet. Het moet alles hebben. En iedereen zo, oh, maar het is zo moeilijk om alles te doen. En het lukt ook heel vaak niet. En ik wou textiel gaan verkopen, maar niemand snapt het. Mm-hmm. Dus toen zijn we een label begonnen om te laten zien... En toen zei iedereen van, ja, maar dat is dan niet voor de allerduurste merken of voor alle de beste winkels. En toen heb ik gewoon gepusht totdat we bij Dover Street Market lagen. Mm. En toen we bij Dover Street Market en Galerie Lafayette en bij Browns en bij al die winkels lagen, toen was het gewoon zo, hey. En toen kwamen die merken ook. Maar het is nog steeds moeilijk, hè? Mm-hmm. Het is nog steeds iets wat niemand kent. Dus wat we nu zeggen is, hier heb je een tool om zelf textiel te ontwikkelen. Mm-hmm. Maar wat het feit is, is dat we tegen ze zeggen, vroeger zocht je iets uit. En toen zei je, ik wil die. Nou, dan nam je dat. En dan was je klaar. Ja. Dan gingen ze er wel overheen zeefdrukken en zo. Maar dat hebben ze allemaal in hun systeem. Dan gingen ze er dingen aan toevoegen. Mm-hmm. Maar dat zijn nu stappen die ze kennen. Mm-hmm. En nu zeggen we ze, ja, je kan niet iets kiezen, maar je moet zelf het gaan ontwerpen. Dus het is anders. En dan zie je ze, maar we hebben een kleurenpersoon en die doet de kleur. En we hebben iemand die grafisch doet en die doet de graaf. Maar hoe kunnen we dat dan? Dus we zijn ze ook een soort van nieuwe mogelijkheden aan het geven. En sommigen snappen het like this. Mm-hmm. En sommigen kost het educatie. We zien dat de interieurwereld al gebouwd is op wetgeving. Want het gaat over veiligheid. Ja. Je mag dus bepaalde dingen niet gebruiken. Dus... Het is al, iedereen snapt het al iets beter. Dus daar is het echt een extra. En die markt gaat ook, is heel interessant. Mm. Maar bij mode is het wel gewoon, hoe kan het zo goedkoop mogelijk? En dat je af en toe gewoon zegt van, yo, produceer gewoon eventjes iets minder. Of soms hebben we geproduceerd, maar wij willen nooit te veel overproduceren. En dan gaat er iets fout en dan hebben we dus net te weinig.
En hebben we dat gesprek. En dan zeg ik, nou, ik heb, en dat is heel gek. Zeg ik, ja, ik heb liever dat het iets te weinig was dan dat het veel te veel was. En, maar dat zijn allemaal mindset change. Want als je dat bij een hele grote klant doet, mm-hmm. Ja, er staan de claims op en het is allemaal dichtgetimmerd. Mm. Dus dat is, het is echt, je trekt wel echt een beerput open. Ja, dat maar snap heb je dan ook dat je een soort van copy-paste wil doen van de ene industrie naar de andere? Dus bijvoorbeeld dat je bij de meubelindustrie, dat ze iets goeds hebben dat je denkt, oh wauw, dit ga ik doorvoeren op een andere plek? Nou kijk, elke industrie heeft een soort van zijn eigen behoeftes en de dingen die ze nodig hebben. En zeker zijn sommige dingen uit de ene industrie zijn heel interessant ook voor een andere industrie. Dus ik denk dat die vrijheid die je krijgt door alle stappen door te lopen en daar je eigen DNA en kleuren aan toe te voegen, die heel fijn is. En je ziet ook dat ze allemaal naar elkaar kijken. Mm. Gewoon elk bord, of het nou voor, nou, vooral voor interieur, voor automotive en zo, zou je bijna altijd, zit er een sportschoen in. Mm. Zo, oh, we want that. Omdat dat natuurlijk, in schoenen is er heel veel innovatie geweest in de laatste 10 jaar, door Flyknit en Primeknit en al dat, op zo'n stukje. Ja. En daar keken ze allemaal naar, maar dat was wel op zo'n stukje. Dus als je hier, dat kostte minder tijd, bij wijze van spreken. En dan zie je zo van, oh, maar hoe kunnen we dat voor een bank doen? En zeg van, ja, als je een bank wil maken op die machine, wordt onbetaalbaar. Ja, ja, ja. Dus daar zijn wel dingen die gewoon, sommige zijn wel logisch, sommige niet logisch. En dat is ook, kijk, er is niet één antwoord op wat is het meest sustainable. Want dan is het, oké, maar waar ben je? Waarvoor ga je het maken? Ja, hoeveel ga je er maken? Want als je er heel weinig maakt, ja, dan is één machine, kan je alle echt super sustainable gaan. Maar als je dat op wil schalen, dan is de snelheid gewoon, dan kan je niet veel produceren. En dan kost je dat zoveel geld om die machinetijd te betalen, dat je dat gaat ergens anders moet wegsnijden. Dus dan ga je slechtere materialen gebruiken. Dus het is altijd afwegen. Tuurlijk. En daarom moet je ook al die stappen opengooien. En heeft het ook al een soort van impact gemaakt? Of dat je het zelf ziet van, oh oké, ik merk wel echt dat het werkt. Of dat er waardering uitkomt vanuit merken. Of dat ik studenten op me afkrijg van, ja, ik had nooit gedacht dat deze wereld zo gecompliceerd was. Of, wauw, dankjewel dat je het open hebt gezet. Nee, dat merken we sinds dat we woonden. Echt die paar weken. Maar want toen we dit gingen doen, ik deed heel veel voor de Walmart Company. Mm-hmm. En voor de International Walmart Prize en zo. Altijd met alle finalisten gaven we dan lezingen en hielpen we ze erbij. Ik zat ook vaak in de jury van de Performance Prizes. Dus die hulp, we wisten wel dat we daar iets interessants deden. Toen we dit gingen openen, zeiden ineens alle scholen van, hey, kunnen we hier ook onderdeel van zijn? Want wij zien alleen maar dichte deuren bij al deze partijen. Want ja, als student, super logisch ook. Ja, want als student, ja, waarom zou een naaldstaar iets aan een student geven? Ja, wanneer ga je dat terugzien? Dus, precies. Dus het is niet logisch. Maar toen we zeiden tegen naaldstaar, ja, er zitten ook scholen bij en die kennis is interessant ook weer voor alle merken die komen. Definitely. Werd het een soort van triangle. Want al die grote bedrijven zitten hier omdat al die merken hier langskomen. Mm-hmm. Dus toen zagen we wel ineens dat een soort London College of Fashion, Parsons, FIT New York, Amfi, allemaal zich meteen aanmelden en inschreven zo van, hey, we zijn onderdeel hiervan als kennispartners. Ik vraag me dan af, zeg maar, communicatie technisch gezien. Dus je opent dan de window of textile opportunities. Hoe komt dat nieuws dan naar iedereen, zeg maar? Naar al die scholen, hoe gaat dat? Nou, de Walmart Company is eigenlijk een heel, het is nog steeds, het is niet helemaal global. Dus het is op wolniveau. Hebben zij een heel goed voorbeeld eigenlijk neergelegd. Zij zijn een overkoepelende organisatie die het marketinggeld besteden van alle boeren en het beste in hebben voor de wolprijs. Ik heb hier letterlijk mee samengewerkt ook. Ja, maar dat doen ze supergoed. Zij snappen dat educatie belangrijk is. Dus in die zin, wij werkten heel veel met hun. Dus zij hadden ook zoiets van, oh, wij kunnen het wel delen binnen het netwerk. En zelf zagen we dat ook wel, want af en toe gaven we les natuurlijk en gaven we lezingen. En dus dat verspreidt zich vrij snel. Mm-hmm. Ik denk wat ik er het meest interessant aan vond toen we dit opengooiden, was eigenlijk dat we zelf ook zagen dat dit er niet was. En dat ik mezelf besefte toen ik hier kwam, dat ik dacht, oh,
oh, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik de eerste keer bij een machine supplier binnenkwam. En dat ik dacht, ja, maar waar zijn alle samples dan? En dat zeiden, ja, nee, die mogen we niet hebben, want die zijn van de klanten. Hmm. En dat ik dan dacht, hè? Maar als ik niet kan zien wat erop gemaakt is, kan ik ook niet geïnspireerd worden. Nee, maar dan zijn we bang om gekopieerd te worden. En dat wij hier eigenlijk zoiets hebben van, nee, je mag alles zien, want het toevoegen van je eigen DNA en de uitkomst van het uiteindelijke product, dat is van jou. Maar niet alle stappen daarvoor. Dus we zien dat iedereen echt zijn eigen product maakt, maar wel gewoon alles van elkaar kan laten zien. Dus het is wel een... Ik vind het wel gaaf, want eigenlijk in de industrie is het heel erg, wat je net ook zegt, het is een soort van gefixeerd op je eigen gouden ei bewaren. Maar hier is het echt heel erg laten zien van, dit zijn al die verschillende eieren die er zijn. Maak nu je eigen. En dat vind ik wel heel ziek, want ja, wij werken ook met mensen samen, of dan praten we met mensen. En het is heel erg van, het is van mij, weet je wel, daar moet je niet aan zitten. Ja, maar ik denk dat het heel, want de gesprekken die ik soms met scholen, Design Academy was ook, zijn een soort van, oh, daar kwamen dan top designers vanaf. Mm. En zegt elke school dat ook weer niet. Ja, nou ja, oké, dat klopt. Maar er zijn van de generaties voor me zijn echt ontwerpers die allemaal een soort van de grote ontwerpers van Nederland op productgebied zijn geworden. Mm-hmm. Alleen het was een soort van, er waren er altijd een paar die het maakten, de rest viel af. Dus dat was de competitie. Maar ik geloof dat we nu in een generatie zitten dat het is niet alsof er één wint en de ander verliest. Het is zo, één heeft misschien het winnende idee, maar iedereen werkt daarin mee en dan winnen we met z'n allen. Definitely. En ik denk dat daar het grote verschil zit tussen, we zitten in hetzelfde bootje. We zijn hier te gast. Yes. En in dat besef hebben een heleboel mensen nog niet. Maar dat is ook eerlijk, nu worden we een business. Mm-hmm. En maar je bent al een business. Tuurlijk, maar een grote business. Ja. En gaat het om veel geld en komen er ook investment en werk je met veel partijen en zo. Ja, dan kom je ook in een oud systeem. En dat is ook een hele interessante dialoog, want die wereld is krachtig. Mm. We spelen echt een soort van hele sterke forces. En dat vind ik interessant wel om zoiets op te zetten, waar je allemaal partijen hebt die daar onderdeel van zijn, die dat allemaal ook meemaken, maar die ook allemaal inzien van het moet anders. Dus dan als platform kom je niet zo van, oh, we zijn een platform en iedereen mag zich inschrijven en samen delen we ideeën. Want dan is het zo van, ja, oké, ik geef, maar wat krijg ik terug? Ja. Maar hier is het echt, oké, we delen samen ideeën, maar als je hier als creator komt en is er ook echt iets te halen voor je. Mm-hmm. En is er ook echt iets om het beter te doen? Het is niet zo van, jullie doen het verkeerd. Nee, het is een soort van, hier is, wij denken dat dit verkeerd is, maar hier is een alternatief. En het is helemaal open. Als je een stap beter kan, raise your hand, join. En die dialoog is interessant. We zien nu al samenwerkingen tussen de grotere partijen, waar wij al helemaal tussenuit gestapt zijn. Superman. Ja, dat is natuurlijk de droom ook, dat je... Dat het niet alleen jij is die hiermee verder gaat, maar dat het ook gewoon zijn eigen natuurlijke flow krijgt. En dat het gewoon doordruppelt. Kijk, ik kan... Maakt niet uit hoe goed de editions zouden doen, mm-hmm. ons label. Het is relatief... Gewoon zou het nooit groot worden. Mm. Gewoon... Ik wil niet de strijd aan met al mijn vrienden die hier merken maken. I don't care. Ik heb liever dat wij ze helpen met betere producties maken. Oh, ja. En daarin impact maken. Wauw. ja, maar dat... Want anders is... Ik kan wel mezelf op mijn borst kloppen. Zo van, oh, kijk eens hoe goed we textiel maken. En, want we hadden bijvoorbeeld al die impact goals. Van, hey, iedereen moet 25% gerecycled. Ja. Ik zei, joh, ons eerste jaar deden we volgens mij 60. En dat was een standaard. Gewoon dat... Dus per product... Maar we praten er over een heleboel van dat soort dingen niet eens. Omdat ik gewoon zoiets heb van, ja, maar dat is een fucking no-brainer. Ik hoef me niet de spotlight op te zetten. Ja, maar dat is heel nice, want dat is inderdaad gewoon een hele goede mindset die je gewoon moet hebben in mijn mening. Dat het sustainable gedeelte of het recyclen, dat is iets wat vaststaat. Dat is niet een pride of een extraatje. Dat is gewoon een gegeven die je, zeker nu, die je gewoon moet hebben als merk. 100%, alleen de reality is wel dat iedereen hier binnenkomt en zegt, is het ook sustainable? Dat ik af en toe wel denk, dat kijk ik naar om me heen en denk ik,
fuck, misschien moeten we toch echt wel iets beter uitleggen dat het gewoon dat logisch is. Ja, heb je serieus mensen die... Iedereen. Echt waar? Die binnen, ja, maar we zoeken wel sustainable iets. En dan denk ik, eigenlijk wil ik het liefst, wil ik dan zeggen, wil ik dan heel veel vragen stellen. Maar je wil, ja, tuurlijk. Je wil ook gewoon netjes blijven van, natuurlijk. Ik snap. Gewoon, maar, kijk, alles moet je een keer leren. Dus tuurlijk. Respectvol, ik wil nooit tegen iemand zeggen, yo, weet je dat niet? Want ik ben in zoveel dingen ben ik fucking dom, weet ik ook niet. Alles moet je een keer leren. Dus definitely. Daarvoor zijn we hier ook. Maar het is wel een soort van... een beetje inlezen helpt. Als je ergens heen gaat. dat helpt zeker, ja. Maar het is ook een soort van... Ja, ik snap dat je dat wil. Maar wat wil je eraan doen? Want in eerste instantie... Ja, we willen het meest sustainable product maken. Ja, maak dan niks. Ja, precies. Ja, ja, maar dat is dat echt... Dat is waar. Want dat is de elephant in the room, is dat bij iedereen. Hè? Het is wel een soort van, oh ja, we kunnen hier allemaal goede shit maken. Maar de eerste vraag is... Je maakt dit. Moet je echt iets maken? Ja. Ja, we hadden laatst op Instagram doen, dat zeg maar zo'n open vraag, weet je wel. Dat mensen ons dingen kunnen vragen, was vlak voor het event. En er was iemand die had gevraagd, heb je advies voor beginnende merken? En toen waren we ook met andere mensen, zeg maar, in die space aan het samenwerken. Ja, man, ik heb het wel. Doe het niet. En het antwoord was gewoon, ja, doe het niet, weet je wel. En het is ook misschien te makkelijk om iets te maken, weet je wel. De soort van, ja, de druk, je drukt zo ergens iets op een shirt en dan heb je er 100 en dan met een muisklik gewoon, weet je wel. En elke bekende persoon, zie je, dan zou je er eentje hebben. Bekend persoon heeft gewoon zijn eigen merk. Ja, iedereen heeft merch. En sterker nog, het zijn nog de best verkopende merken ook. Ja. Kijk naar Travis Scott, nu niet meer, maar daarvoor was het... Ja. Maar ik denk eerlijk dat de vraag is gewoon, hoeveel kleding hebben we nodig? En ook in wat voor degrees hebben we het nodig? Dus ik denk dat daar wel voorbeelden in zijn. En ook dat daarin dus... bepaalde wetgeving van hoe dat je echt inzichtelijk kijkt hoe vaak iets gedragen wordt, dat je op een gegeven moment wel krijgt van als net zoals single use plastic. Ja. Daar is gewoon wetgeving overheen gegaan. We hebben olie nodig, dat moet geproduceerd worden. Waarvoor doen we het? Oké, het wordt één keer gebruikt. Zijn we het daarmee eens? Nee? Oké, laten we het verbieden. Ja. Nou, we hebben energie nodig, we hebben grondstoffen nodig, we gaan kleding maken. Er komt maar 40% van komt echt op de markt. Daar wordt het gemiddeld 3 keer gedragen. Zijn we het daarmee eens? Nee? Nou, laten we dat eventjes dan wat vragen. Ja. Dus alleen dan moet het wel transparant zijn. Ja. En hoe is dan je kijk op... Want als we dan over dingen maken hebben... Je hebt ook natuurlijk rework en dat soort en upcyclen, wat nu echt helemaal hard gaat. Dat is denk ik nu wel het hotte thema van... Upcycled dingen. Ja, precies. Dat is gewoon een beetje het thema van fashion op dit moment. Ja, maar dat is gewoon... Voor mij is dat... Kijk... De term is de marketing. Mm-hmm. Ja. Het doen is gewoon grondstof gebruiken. Waar het vandaan komt, hey, good for you als het 2 keer gebruikt is. Mm-hmm. Dus ik denk dat gewoon normaal moet zijn. En, maar is dat iets waar jij ook over nadenkt als merk zijn om te gaan werken met al gebruikte stoffen? Of met oude materialen? Nou ja, dat is een hele goede vraag, want wij werken hier natuurlijk met alle ingrediënten om nieuwe stof te maken. En daarin, wat ik eigenlijk daarin wil doen, is eigenlijk de diversiteit van de soorten materialen groter maken. En dat iedereen op hetzelfde podium speelt. En wat bedoel je daar precies mee, diversiteit? Als je nu kijkt, zijn er gewoon een paar materialen die het meest worden gebruikt. Polyester is door het dak heen gegaan, dat wordt het meest gebruikt, want dat is het meest toegankelijk en schaalbaar. Ja. Wol... zijn maar zoveel schapen die het kunnen doen, dus daar zit een max op. Ja. Dus, maar het mooie is dat die wel op hetzelfde podium moeten staan. Ja. En eigenlijk waar ik naartoe wil, is dat eigenlijk je als maker naar één plek toe kan gaan en zeggen, ik woon daar, ik wil dit maken, wat is de beste vezel daarvoor? Het kan best wel zijn dat in Europa, waar vlas heel goed groeit, dat vlas een goede vezel is, wat in Europa tot garen wordt gemaakt, in Europa tot stof en in Europa tot garment en in Europa op de markt wordt gebracht. En maar zeggen, oh ja, maar wil het ook exporteren? Goed, maar dan zit daar accijns op. Binnen Europa niet. Dus het krijgt voordelen om het te doen. Maar in de States, dat ze zeggen, ja, hennep groeit hier heel goed. Laten we hetzelfde dingen met hennep doen. En in Egypte, nou, katoen groeit hier heel goed.
En dat je gaat kijken waar dus renewable materialen zijn. Want dat we nieuwe dingen willen maken, zal zo blijven. En dat we dingen nodig hebben ook. Alleen de verhouding tot hoeveel, tot wat we nodig hebben. En waar dus. En waar. Ja. En op het moment dat je dat dus inzichtelijk maakt, kan er dus wetgeving zijn. En ook kunnen er voordelen zijn om dat te doen. Super gaaf. Ja, ik vind het echt tof dat je dit zeg maar voor je ziet, weet je wel. Want ja, wij spreken ook met heel veel makers in de community en heel veel gewoon mensen. En ik denk dat als we met z'n allen zo'n soort kennis en motivatie kunnen hebben, dat we echt heel ver kunnen komen. Dus ik wil je ook echt ja, bedanken eigenlijk dat je dit met ons deelt. En ook met iedereen die kijkt en iedereen die luistert. Want ik denk, ja, hoe meer mensen we hierover bewust kunnen maken, hoe beter het gaat. En we moeten echt ja, die verandering zijn met z'n allen. Ja, en zeker deze plek, man. Ja, dat is een super inspirerende plek om te zijn. Dat is precies natuurlijk waar zo'n plek voor is. En dat ik ook, ik vind ook dat in die zin ook jonge makers. Want ik wil niet mensen ontmoedigen om iets te maken. Nee. Want er gaan een paar mensen tussen zitten die het verschil gaan maken. 100%. Daarom. En het enige wat zou ik wel zeggen over als je iets zelf wil maken, ga alsjeblieft leren bij iemand eerst. En maak daar heel veel fouten. En dan en als je dan nog steeds wil, go for it. Als je een beter idee hebt, go for it. Want je hebt gewoon wel de energie als je jong bent nodig om natuurlijk dat te doen. Dus als je heel lang bij andere plekken gaat werken, zou het lastiger zijn. Maar dat ter zake, ik vind dat wel ook een beetje ons doel was. Om in ieder geval, als je iets nieuws wil maken, om dat op een veel betere manier te doen. En om dat ook op een plek te creëren waar nieuwe materialen en waar circulariteit en zo ook naast de grote spelers komt te staan. En dat het dus ook gebruikt kan worden. Zelfs als het maar een kleine hoeveelheid is. Maar dat betekent niet dat er daarnaast dat we moeten kijken hoe gaan we om met wat er al is. Kijk, recyclen. Ik ben voor om de troep op te ruimen. Terwijl we andermans troep opruimen. Ja. Ik ben alleen niet voor dat we het stimuleren dat de oplossing is. Want dan moeten we troep blijven maken. Precies, omdat het is totaal voor de time being, ja. En hetzelfde met hergebruik en zo. Doe het. Dat is juist heel tof. Ik denk dat het keihard is. Als je naar Japan gaat, waar ik heel veel heen ga. Je krijgt pas leven in een kledingstuk als je het gaat gebruiken. Definitely. Dus elk scheurtje, alles wat je maakt. Ik vind dat die mindset moeten we allemaal krijgen. Dus dat hoort ook bij dat hergebruiken en iets in elkaar zetten. Ja, is dat iets wat je hebt meegenomen vanuit Japan ook? 100%. Bij ja, dat geloof ik 100%. Zo, ja. Er was Is dat ook een reden waarom zeg maar, het allemaal zo aanslaat in Japan? Nou, ik denk dat er een paar dingen zijn. Kwaliteit. Mm. Als je een kledingstuk binnenste buiten trekt, is hij net zo mooi of mooier dan als je hem gewoon hebt. De materiaal standaard, de handfeel, de textiel die we helemaal hebben gemaakt. De craftsmanship wat daarin gaat, dat is echt insane. Ja, ik heb echt een paar van de allerbeste ontwerpers en technische mensen en patroonmakers en waar we mee samenwerken hier in het team zitten. En dat maakt het gewoon natuurlijk heel speciaal. En Japan is gewoon open voor... Kijk, er is heel weinig space daar. Mm-hmm. Als je iets hebt, dan wil je alleen maar het allerbeste. Als je een pen hebt, heb je de allerbeste pen. Je hebt geen ruimte voor shit. Ja. Dus en dat is met kleding is daar een heel belangrijk onderdeel van. En dat werkte daar gewoon heel goed. En een van de dingen die ik daar zeker heb meegenomen was wabi-sabi, het beter. Ja. En is dit iets wat je ziet verhuizen naar Nederland? Ik denk dat het niet anders kan. Want we moeten gewoon meer respect hebben voor... Nederland daar klaar voor... Of wanneer denk je dat Nederland daar klaar voor is? Nou, ik denk deels. Ik denk dus deels dat daar wetgeving voor moet komen. Okay. En ik denk deels dat de merken zijn die de communities dragen. Die op een gegeven moment dus ook denken van... We zijn daar deels klaar voor. Hè? Mm-hmm. Gewoon kijk naar hoe we in de afgelopen paar jaar... Hoe we naar... sociale ongelijkheid hebben gekeken.
Het is ook, je ziet het ook al aan scholen zelf, want bijna elke designschool of kunstschool of school in het algemeen, die is al helemaal gefocust op het sustainability. Ja, als ik voor Amfi praat, dat is volgens mij jaar 1, 2 en 3, 4. Dit is gewoon alles krijg je daar, consistent krijg je dat over je oren. Wat heel chill is, en ik ben er heel blij mee. Maar toch zie ik, ik woon in de buurt van de Primarkt en ik zie elke dag zoveel Primark. Vandaag zagen we twee zo groot. Echt gewoon. Consistent. En ik zie er ook heel veel Nederlanders bij. En dan heb ik toch wel het gevoel van, oké, weet je wel, is dat gewoon mijn bubbel? Dat zijn allemaal Nederlanders. We zitten in Nederland. Dat maakt het verschil niet. Mm. Het gaat erom wat je inkomen is. Maar ik heb een tijdje lang, toen de Primark hier net kwam, toen was ik in Eindhoven of als ik in de buurt van de Primark was, dan filmde ik iedereen die eruit liep. En dan deed ik zo'n, want je kon toen emoticons die dan zo iemand volgde, toch? Dus dan legde ik bij iedereen een drol op zo. En dat was ik de hele tijd aan het posten. Ja, ik vond het fucking grappig. En ik zat ik dacht, het is echt shit dit. Toen kreeg ik wel gewoon van mijn team ook en mensen van, hey Borre, echt veel mensen kijken ook op jouw Instagram, hè? Ja. Ik weet dat je gewoon, dat je, you don't give a shit, maar dit is wel echt, je bent best wel direct en lomp. Ik zei, oké. Dus toen ben ik daar even ietsjes netter mee omgegaan. Ja. Maar ik kan het ook, wat we eerder hadden over die kosten, ik kan het mensen ook niet kwalijk nemen. Mm. Je kan het niet allemaal weten. Ja. Je moet alles voor het eerst leren. Ik denk op het moment dat er echt transparantie is, en we hebben hier bijvoorbeeld textielpaspoorten aanhangen, als dat een gangbaar iets wordt, dat je gewoon weet van, hey, hier komt het vandaan, en je ziet ineens dat elk gewoon gemiddeld kledingstuk heeft 3 continenten gehad, hè. En als iedereen dat snapt en hoeveel energie en reizen en dat ze zo zien hoeveel impact het is, als dat elke keer in je gezicht is en dan zegt van, oh, maar kan het ook beter? Kijk, als iemand een Primark stuk komt en het echt heel veel draagt, good for you. Precies. Maar gebeurt dat ook? 100% gebeurt dat. Alleen het ding is, de waarde is alleen maar voor mensen die dus ook nog geen geld hebben. Ja. En dat verschil is te groot. Maar dan heb je aan de andere kant ook nog mensen die voor volume kopen, weet je wel. Ik denk dat er ook genoeg, ja, weer dat hebben waar we het over hadden. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die willen gewoon een hele grote haul doen om zoveel mogelijk te hebben en dan zeg maar te baden in dat gevoel van, oh, ik heb nieuwe dingen, weet je wel. En ik denk dat dat ook een soort van motivatie is waar we misschien wel van af moeten. Want ik denk dat wij... En educatie. Het is de educatie wat je zei van, zijn we klaar voor dat Japan? Ja, ik denk voor die wabi-sabi, of wij zeggen altijd, ik heb maar weinig dat ik teksten of dingen gebruik, maar patience gebruik ik heel vaak. Okay. En het geduld wat we krijgen en het eigen maken. En ik stel bijna altijd de vraag aan jonge ontwerpers of studenten, zeg gewoon van, maar wat is je lievelingsstuk? Schrijf je lievelingskledingstuk uit en schrijf op waarom. Wij moesten dit ook doen. Wij hebben onze hele kast hebben moeten categoriseren. Ja, dus, wanneer je hem had gekocht, hoe vaak je het per jaar draagt, waar je het hebt gekocht. Ik vond het heel leuk. Ik vond het heel interessant. Maar ook omdat ik gewoon heel veel bezig ben met mijn kleding in het algemeen en waar ik het vandaan haal. Hoe lang zijn we bezig eigenlijk? We zitten er tegenaan. We kunnen nog 5 minuutjes, 10 minuutjes. Want ik was benieuwd. Heb je ook voorbeeldbedrijven voor jezelf? Waar je naar kijkt en denkt van, ja, dit soort dingen, dat vind ik echt gaaf en daar haal ik mijn inspiratie uit. Dus nee, zeker met heel, ja, er zijn heel veel mensen die hele toffe dingen doen. Mm. En ik bedoel echt als, zeg maar, kijk, voor mij dan als voorbeeld, Freitag, dat is zeg maar een merk waar ik naar kijk, denk van, ja, dat zijn echte changers. Weet je wel, daar kijk ik dan naar en denk van, ja, oké, dit vind ik gaaf, daar kijk ik echt naar op. En hoe zij dat ook, hoe hun structuur in elkaar hebben gezet. En ik weet niet hoe bekend je bent met Freitag. Heel bekend. Ja, oké, nou gelukkig. En wat zij, hoe die hele productie in elkaar steekt en hoe zij te werk gaan, ook al is het met shipping en met de assembly lines en hoe ze met water omgaan en hoe ze hun winkels inrichten en hoe efficiënt en flexibel dat allemaal moet gaan. Ik vind dat echt super inspirerend als bedrijf. Ja. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar bij Boren, dan zie ik een Create Program of de Woto en denk van, oh ja, kijk, dat is ook weer echt super ziek wat aan de hand is. Heb jij dat ook voor jezelf? Ja, zeker. Ik denk op verschillende vlakken. Want het hoeft niet alleen mode te zijn. Nee, daarom. Ik denk dat er een paar dingen zijn. Kijk, ik
kijk best wel veel naar heel ander soort bedrijven. Dus bijvoorbeeld service gedreven bedrijven. Oh ja. Dat je eigenlijk gewoon veel meer kijkt naar hey, hoe kunnen we... maar bijvoorbeeld voedsel waste. Ik kijk heel veel naar de voedselindustrie. Oké. Wat ik heel erg waardeer zijn topchefs die bezig zijn met hoe ze smaak kunnen veranderen door de ingrediënten anders aan te pakken. Dus bijvoorbeeld dat soort dingen vind ik heel intrigerend en heel inspirerend, omdat ik dat een systeem wil bouwen dat eigenlijk dat toegankelijk wordt voor andere mensen in mijn wereld. Maar ook voedseldistributie is ook zoiets wat echt insane is. En dat we kijken, hoe kunnen we dat meer lokaal maken? Dus dat zijn plekken gewoon waar ik wat ik intrigerend vind. Ja, oké. Materiaaltechnisch vind ik het heel tof als dingen renewable zijn. Dus ik ben eigenlijk heel erg aan het kijken naar wat voor materialen, dus bijvoorbeeld het mycelium, hoe paddenstoelen groeien, hoe ze daar verpakkingsmateriaal van het maken zijn. Dat soort dingen vind ik echt super intrigerend om naar te kijken. Ja, je hebt best veel in Nederland ook die daar echt super ver mee zijn. Nou ja, hier heb je die gasten die daar dus mee bezig zijn in Groningen. Ja, ik weet even niet hoe die gast heet, maar die werkt heel veel met kokosnoten en ook met paddenstoelen. Doet ook echt onwijs gave dingen daarmee. Maar volgens mij voornamelijk heel veel sandalen en kaften voor boeken ook. Ja, er zijn veel van die onderzoeksprojecten. Maar op het gebied van verpakkingen wordt het ook op hele grote schaal gebruikt. Dat vind ik wel, dat vind ik tof. En voor de rest zijn er sommige dingen die ik gewoon echt heel... Kijk, ik hou wel echt van hele mooie producten. En ik vind het dus heel leuk... ik heb Design Academy gedaan, dus ik zie wel dat er... Dus een heleboel van ontwerpers die dus ook materiaal gebruiken. Gewoon, en dat is een van de bekendste voorbeelden in Nederland. Als je het gewoon even een makkelijk voorbeeld wat behapbaar is. Een Piet uit Eek, hoe die daar zijn eigen wereld van heeft gemaakt. Ja. Maar ook altijd zo zijn mindset en alles wat hij doet, wil hij gewoon goed doen. En ook wil hij er zijn. Hij is ook een platform voor heel veel jeugd. Ja, er zijn heel veel jonge ontwerpers die worden voor het eerst bij hem laten zien. Super gaaf plek. Ja. Echt onwijs gaaf. Ja, dat is echt super tof wat ze daar aan het doen zijn. Ja, Pieter en ik vind ik ook een heel mooi voorbeeld van hoe een bedrijf staand kan zijn. Ook op een unieke manier met omgaan met restproducten of producten waar men eerst al heel, niet naar zouden kijken als hier maar een luxueus product van. Nee, en hij heeft hele luxe producten, maar hij is daar ook voor de buurt. Ja. Dus het is heel leuk om te zien dat hij gewoon nu dat hotel heeft gebouwd en dat iedereen in de buurt daar werkt. En dat hij gewoon open dagen heeft voor de buurt. En ik denk dat, kijk, het... Ik ben natuurlijk wel met iets bezig wat echt op globale schaal, wat gewoon echt heel groots is. Maar ik vind heel veel dingen, juist die heel klein of heel puur zijn, vind ik heel inspirerend. En ik denk dat ook voor mij... Maar ik hou ook van heel mooie producten. Ik ben echt een sucker voor Visvim, ondanks dat ik laatst ook... Dat je dan zo weet dat ze hun stuks, als ze niet verkocht worden, ook vernietigen. En dat ik daar... Gewoon letterlijk dat ik echt kapot ga van binnen. Dat snap ik. Maar hoe ze product maken en iets wat heel herkenbaar is, dan wel op de allerbeste manier. Of een soort van. En zo zijn er veel voorbeelden. Of dat nou meer handgemaakt of een capital. Veel Japanse dingen over. Is dat iets dan wat jou. Als je wil samenwerken met iemand, zou dat je ook moreel stoppen? Ik zou wel heel goed, niet per se, want ik wil met iedereen samenwerken. Tuurlijk, om het beter te doen. Maar ik zou wel heel duidelijk willen zeggen van, maar hoeveel dingen gaan we echt maken? Wat is echt je doorverkoop? En laten we gewoon dan ook kijken dat we dus dan produceer ik liever minder. Ja, oké. Dan is dat wel de vraag van, wat kunnen jullie echt uitverkopen? En als de drang is om het uit te verkopen, en het ook dat moet zijn, laten we dan er ook naar kijken dat we dan ook echt niet meer dan dat maken. Oké, dus is dat een soort van eis die je wel altijd gewoon stelt? Ik weet niet of ik het eis kan noemen. Ja, ik denk dat je die dialoog gewoon aangaat. Ja, okay. Kijk, je kan niet bij iedereen in zijn business kijken. Helemaal niet de eerste keer. Tuurlijk niet. Dus je gaat ook, ik ga ook van het goede uit. Dus je probeert het ook gewoon te doen. En we proberen het ook zo goed mogelijk te doen. Dus en sommige dingen, maak ook hele gekke projecten voor partijen waarvan nog helemaal niet weten hoe groot hun industrie is. Dus ik kom wel echt dingen tegen waar ik nooit van mijn langs leven had gedacht dat ik daarmee
in aanraking was, die keihard vindt. Hè? Dus, zoals? Nou, ik vond... wat ik heel hard vind is dat in één keer een van de leading jaagmerken, wat heel functioneel is, die allemaal Gore-Tex gebruiken en zo, die bij ons kwamen en die dus mega fan van ons waren. Oh. En dat ze zeiden van, ja, we willen een speciale camouflage ontwikkelen. Maar het moet ook in het bos kunnen en zo. En een van onze, of mijn zakenpartner, die is ook boswachter. Dus ik weet ook wel de andere kant daarvan. Sick. Kijk, jagen heeft een heel slecht imago, maar er heeft ook wel een... Jagen ook... is heel goed. Dat, mensen vergeten dat, maar jagen is een heel goed iets. Het is heel makkelijk een stempel op te drukken, toch? En je doodt iets. Ja, precies. Nou, het is, de meeste jagen, en nou, als boswachter weet je dat 100%, maar ja, ik ben boer als afkomst en ik weet heel goed dat jagen voor natuurbehoud zorgt. Ja, 100%. En jagen is echt een heel ziek iets wat underrated is. Shout-out naar jagen. Ja, 100%. Nee. Ja, ik zeg eerlijk... Bang, bang! Fuck even zo, joh. Wow. Oh, ziek. Ja, heb jij nog iets toe te voegen aan dit gesprek? Wat je wilt delen eigenlijk, wat nog niet gedeeld is? Heb je nog wijze woorden? Nee, man, sowieso niet. Ik denk wel wat ik. Wat ik wel heb gemerkt en zo, dat het een soort van. Dat die vrijheid van expertise, dus ook. Zo heel, ik doe heel veel, dus wij doen heel veel toffe dingen, maar dus het komt ook wel echt door een super tof team. Het is altijd ook als je iets ziet. Er zit zoveel achter. Mm. En er zijn zoveel mensen die hier komen zo... Ja, maar wist je dan meteen waar jij heen wou? Ik zei, nou, het is niet waar ik heen wou. Het is iets wat groeit. En alles verandert de hele tijd. De wereld verandert. Dus ook wees open dat dingen niet zo zijn als je het misschien had verwacht. En ik denk dat ook dat we best wel iets meer begrip voor elkaar kunnen hebben... als dingen ook fout gaan. En als dingen dus... net anders zijn dan we misschien hadden verwacht en zo. En ik denk dat daarin, vooral in zaken doen, ik hoop dat we dat in de... Het is heel moeilijk, hè, want ze willen alles vastslaan en zo. Maar het is wel ik hoop gewoon dat iets chiller kan en iets liever. Ik hoop het ook. Ja, ik hoop het ook. Dus daar kom ik achter. Breng de menselijkheid terug. Ja, meestelijk. Nou, Boren, dankjewel. Jullie bedankt voor het komen. Ja, super. Jullie bedankt voor het kijken. Jullie sowieso bedankt. Iedereen bedankt. Inie bedankt. Inie bedankt. Shout-out Inie. Ja, hey, thanks voor het luisteren. Dit was de eerste aflevering van Kledingkast seizoen 3. Stay tuned voor meer. We gaan meer droppen. We hebben meer. De planningborn, nogmaals bedankt dat we hier mochten zijn. Ja, ik ben gewoon sprakeloos. Dankjewel. Later. Joe.